Yo gasten, mijn naam is Thomas en we spelen vandaag League of Legends. En ik was gewend van League of Legends, maar ik had nog een paar video's. Ik wil Taric Support. Eerste keer dat ik Taric Support speel en ik speel heel veel support. Het is ook, mensen zeggen dat het makkelijkste is, je moet warden, alleen warden en een beetje zonen. Maar het is best wel... Oh, waarom? Welcome to Summoner. Het is best wel een lastige... zeg maar, rol, omdat je moet warden, je moet opletten dat... Op de jungle, want jij moet meestal op Veen en zo letten. Spelen met een Xinzel, een Shyvana en Taric en Nidalee. En ik laat even hun rol zien. Hier is Nidalee en hier zijn Xinzel en Shyvana uit mijn hoofd. En hier stond Teemo, maar als jullie Teemo passief weten, die kan onzichtbaar worden als hij stilstaat. Dus daarom was... Teemo heel erg sneaky, maar ja. Het is een best wel goede. Ik heb dinsdag gespeeld omdat ik was geband natuurlijk. Maar dat maakt niet echt heel veel uit. Hier pakt Veen de first blood en ik pak de tweede kill al. Best wel dom voor mij dat ik de tweede kill pas. Want ik ben de support, maar altijd een kill voor de support is altijd handig. En ja, het is een hele leuke gameplay vind ik. En Het is ook een hele standaard, ze gaan op surrenderen, daarom duurt hij ook 25 minuten. En heel simpel zeg maar, ik vond hem heel simpel. Taric, dit was de eerste keer dat ik Taric speelde. En ik vind het een hele goede sport. En ja, het is heel makkelijk en zo, maar hij is best wel moeilijk. Want ja, kijk, ga ik hier dood? Nee, hier ga ik niet dood. Hier, kijk, dat is juist zo goed aan Taric. Hij heeft een stun, dus als je kan iemand weghouden. En hij heeft een heal als je bijna low bent. Zo, daarom heb ik het overleefd. Best wel dom dat ik hier in de leven bleef. Maar de minions die pakken Teemo en daardoor kreeg Veen de kill. En je moet eigenlijk altijd meegaan. Als je AD carry teruggaat, dan moet jij ook teruggaan. Want als jij hier te lang blijft als support en er zijn twee mensen in jouw lane, dan kan je heel makkelijk gekilled worden. Ik ga hier voor Boots, Total Biscuit of Infectuation of zoiets. En een Target Brace, want Target Brace is een support item. Dus die zie je alleen echt bij support tanks tenminste. En Taric is een tank support, net als Leona en zo. Maar ja, en als jullie willen weten wat die bolletjes zijn, dat is als ik een minion kill, dan krijg ik geen bijvoorbeeld ook het goud als bij mij in een soort hier zo ergens staat, dan krijgen ze ook het geld. En dat is dus heel chill, maar ik heb ongeveer aan het einde net iets van 14 vorm. En hier heb ik luck. Ik weet niet waarom. Rampage. En toch hebben wij de kill en luck. Niet lekker Baron. Niet lekker Baron replace. Hallo? Ga je niet meer lekker? Ga je niet meer lekker Baron replace? Alsjeblieft. Dit is starter lag. Oké, mensen, ik zie jullie zo terug. Jongens, dan zijn we weer wel heel erg lag, maar we zijn gewoon weer terug met Taric. Support met de benen natuurlijk. En hier wou ik weten, zij flashte en ze heeft haar heel, Teemo heeft haar heel gebruikt en haar flash, dus zijn allebei haar summoners. Ze had hier als een warp staan, dus ze kon maar gewoon attacken. En dan, ja, dat is dus best wel irritant. Ik kon dus gewoon in de bosjes eigenlijk staan. En wij stonden al twee levels voor Rammus en één level voor Teemo. Dus wij hadden al een soort van advantage. Dat we meer spullen kregen. En ik ga nu voor de Murder Crystal voor health bij een mana pot en twee wards. Heel standaard voor een support. Maar ja, je moet soms ook standaard items halen als je standaard support hebt. Maar de laatste tijd wordt Taric niet zo vaak gespeeld. Want tegenwoordig zie je alleen maar Leona en Annie. Wat ik eigenlijk niet snap, want Taric is echt een hele chille... hele chille sport. En je kan gewoon healen. Je kan gewoon mensen healen. Je kan stunnen. Alleen, je kan niet grabben. En dat was wel jammer. Als ze een W'en hadden gewand in de grab, dan was... Taric sport was eigenlijk te OP. Maar ja, maakt er niet op uit. We gaan gewoon, het is gewoon nu al 10 minuten voorbij en het is gewoon farmen. En een beetje zonen natuurlijk. Ik ga hier voor nog meer
voor mijn support item in de Kingdom krijg je nog 200 health erbij. Best wel chill dus, als je 200 health erbij hebt, dan kan je nog wat weer staan, wat auto attacks, abilities. En ja, hun pushten wel heel hard, terwijl ik dat niet snapte, want hun liepen achter. We staan nu, wij hebben 12 kills en niet 2. En kijk, ze wonnen de trade alleen omdat Timo die potion had. En hier, zie je, hier overleefde ik net omdat ik mijn heal net gebruikte. En volgens mij mijn... Nee, ik had geen dingen. Geen health potion. Dus ik gebruikte gewoon mijn heal op het begin, dat ik minder snel dood ging. En dan konden we, en ik stunde mensen dat ze niet konden attacken en zo kon veel makkelijk attack damage pakken, geven aan hun. En zo maakten ze dus heel snel een double kill. Als je weet hoeveel je speelt, zeg maar, qua beeld, dan gaat ze nu van Blade of the King. Daarom de beeld wat ik had dus. En Mina had een paar daggers en zo. Volgens mij. En hier... Ken ik wel, hier vinden we iets te diep. Die hadden een shutdown en hier vind ik dood door de potion van Timo. En Timo heeft een potion en die is zo irritant. Nou, eigenlijk vond ik de midden niet goed, maar heel erg goed. En we gaan even bij hun kijken. Bij wie gaan we kijken? We gaan bij... Oh, ik ben er weer bijna in de lane. Ik wacht even tot ik in de lane ben. En dat is ongeveer nu. Ik loop... Ik heb mijn boots nog niet afgemaakt. En hier heb ik mijn volle sport item, de Fate Mountain. Heel chill, het is AD. En nu staat er weer de Fate. En ik had hier geen welgeheel daar overleefd, zeg maar. Helaas had ze een potion. Dat zei ze ook, potion OP. En Timo is echt... Mensen zeggen al, Timo is een grappige champion, maar hij kan ook echt heel veel damage doen. Als je hem goed build. En ja, het is gewoon een hele chill champion. En ik hoop echt... Wow. Wat heeft zij? Oh, nu meer. Maar, oké. Okay. Ik vond het al zo raar. Een match was echt heel raar. Als ze nou... Jinx en Timo hadden omgeruild, dan hadden ze een veel grotere kans. Maar dat deden ze dus niet en dat was dus wel dom. En ik pakte hier de tower en probeerde hier te weten. Ik had geen stun, ik gooide gewoon de ignite erop roeien. En hij was best wel low, ik probeerde hier weg te komen. Ik ren. En hier ging ik wel dood, want Rammus... Rammus die had zijn sun van je cape. Maar gelukkig pakt... Shutdown. Oh, een shutdown. Nice. Gelukkig pakt de Veen hier wel Rammus op. Gelukkig. En even kijken hoe het met je kamer gaat. Dat zijn ult, daarom is ze nu een draak. Heel vet. Ik vind de ult echt heel vet. Kijk hoe Nidalee gaat. Nidalee is echt een poke champion. Mee met haar vuur. Dat is een speer. Die doet echt fysiek veel damage. En het is gewoon een keide poke. Dus... Heel leuk om te spelen, Nidalee. Ik heb er zelf... Ik had haar, maar ik heb haar verkocht. Want ik vond haar... Mwah. En... Purple team's turret has been destroyed. En... Hier pakken ze... Nee, wat? Jawel, hier pakken ze mijn turret. Nee, wat? Waar pakken ze mijn turret? Oh, er is zoveel! Hier gaat de dinges... Hier pakt hij de kill Rammus en dit is best dom, ik waste mijn flash. Ik heb geen idee waarom. En toen killde het team mij, dus flash is echt niet handig. Maar Shikana die komt hier voor de shutdown en ik krijg nog een assist bij zelfs. Heel chill natuurlijk en ja, het is gewoon heel chill. Shikana die kan heel makkelijk door de jungle heen, want ze is eigenlijk een soort jungler. Dus daarom pakt ze zo'n flash voor zichzelf. En waar ben ik? En ik... Ja, wij gingen... Het was heel simpel. Top, die stopte gewoon eigenlijk. Die ging gewoon roamen. Dus heel vaak naar mid, heel vaak naar bot. Maar ze stopte eigenlijk met... Wow, dit is weer zo'n lag stukje. Ah, zo lag. Dus ik ben zo weer... Yo gasten, daar zijn we weer. En nu gaan we dragon doen. Dit is de eerste dat ik gebruik, dus ook wel handig om te weten dat is een beetje lag. Dat ligt niet zeker, dat geen idee. Maar hier kon wij heel simpel dragon doen en ja, zo simpel is het eigenlijk. Ik zet hier nog een ward neer. Ik heb er geen idee waarom, maar je moet toch wat. Ik haal hier mijn ruby sidestone gehaald, ja. En dat kan je gewoon free wards eigenlijk. En
Ik vind het een hele nice game, echt heel chill om te gebruiken. Hier kunnen we weer vechten, zeg maar. Maar ik overleefde het niet. Purple Team's turret has been destroyed. Trommels, hoeveel HP heeft? Purple Team double kill. Oh, je pakt de team alweer de kill. Blue Team's turret has been destroyed. Trommels, die had echt 17 op 70. A summoner has disconnected. Sofa HP. Oh, en daar ging een Shyvana. Dus ja, daar ging een Shyvana. Heel jammer, maar gunstig vond natuurlijk. Maar ik vind het zo stom als je gaat disconnecten. Goed, als ik daar een ward op laat staan, dan had ik hem kunnen pakken. En hier vind ik een beetje warden, een beetje de andere goeie bij de bush. Dacht ik, hier, ik zet gewoon een heel veel ward neer. Ik ga nu naar mijn program manager, dit is James Best, de ward. En ja, ze gaan helaas wel surrenderen en dat vind ik best wel stom, want als je gaat surrenderen dan... Heb je eigenlijk aan dat je verliest al, dat je gaat verliezen. Maar ik had dus een keer een potje, dat hadden we gewonnen. We hadden allebei de Nexus gewonnen. En ja, en hun wonnen toch nog. Kijk, en Timo die was gewoon, hij was niet echt beat zeg maar. Hij was gewoon goed bezig. En ik weet echt niet waarom je zou surrenderen. En ik zet hem op 2 omdat het anders niet lang duurt. Omdat ik 1-4-2 ga uploaden. 2 bedoel ik. Alleen ik heb al een soort video. Veel van jullie moet ik eerlijk zeggen. Maar er waren zwarte randen omdat het uit 1991 komt. Ik zei dit in 1996, maar het was dus 1991. En de dragon is weer up op 1.50. Maar... Wow! Lek. Ik sta hier. Ik ga hier. Je pakt bij de shutdown van Veen. Veen pakt de shutdown. En een chemistry voor Nidalee. En volgens mij wordt het nu... Ja, nu wordt het waarschijnlijk. Ik kom gewoon... Ik was zo denk. Ik kom gewoon Jinx haar turret schot vervangen. En nu komt de surrender. Ja, nu komt de surrender. 3, 2, 1. Nee, waarschijnlijk niet. Ik dacht dat de surrender kwam. Oké, okay. Ja, nu komt dus... Ja, nu komt de surrender. Mensen, ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter en tot de volgende keer. Laters. Victory!